in hier rechts 3600 en 1399. Ik heb nu 4999 wins. Ik hoef nog maar 1 win en heb ik 5000 wins. Ja, 5 freaking 1000. En ik moet nog 1,2k. Maar dat maakt niet uit. Ik heb nu 3600 precies. Dus ik hou nu een team game. Ik ga dus solo een team game. Ik zie jullie dan in game. En btw, G-Zero, bedankt. I love my life. En we zijn in game met een vage skin die ik heb gedownload van Megan. Dat is een moderator op Pixel. Dat is wel in 3 skins gemaakt van nieuwe Pokémon's. Ik dacht, Dus de skins waren leuk. Ik dacht van, doe ik die skin wel. Ik doe volgende keer weer een andere skin. En die keer doe ik weer een skin. Het is gewoon dat ik iedere dag een andere skin doe. Je ziet dat ik random ben. Dus ik ook een random teammate krijg. Ik ga me echt af wie Filski. Hi. Bij wie zit ik bij? Hallo. Zeg maar eens hoi. Ik ga lekker met Necro. Op deze map dus. Ik weet het niet. Solo en team mode tegelijk. Leuk. Hopelijk is het zo'n persoon. Als die serieus. Ik hoop gewoon niet dat hij hackt. Dat is gewoon niet leuk om zo te winnen. Ik hoop gewoon dat hij een normaal persoon is. Of dan gewoon een persoon die iets kan. Want niet meteen dood gaat in 1 seconde. Dat zou echt vreselijk zijn. Dat zou echt niet leuk zijn. Random. Oh. Minder. Dat is echt zeker slaan. Ik ren al weg van span. Oh, die geluiden zijn zo hard. Zo damn hard. Zo, hier. Voor jullie is dat niet zo hard, maar voor mij. Dat betekent dus dat we solo gaan doen in team mode. Daar. Nee. Oh, je wilt vechten? Ik snap best wat je wilt vechten op zich, maar nu even niet. Ik wil niet zomaar ge2v1 worden. Ik wil gewoon voorzichtig zijn. Ik wil niet zomaar overal ge2v1 worden. En in alle situaties gewoon wat dood gaan. Maar dat is niet fijn. Ik wil met de game proberen te winnen en niet proberen te verliezen. Dat is ook logisch, dus proberen te winnen en niet te verliezen. Hopelijk gaat het echt gewoon de eerste trial gewoon goed. De eerste keer. Oh shit, I ain't chestplate, nice. Dat heb ik serieus, dat is beter. Ik zei het laatst net nog van bedankt Chizero. Jullie denken van wie de hel is Chizero? Heel simpel, die gozer had mij dus geholpen met, ik had 1390 wins. Dus ik had 9, hij en ik hebben 10 wins gedaan, heel erg bedankt, want ik heb door hem 19 wins gehaald in echt een uur tijd of zo, in anderhalf uur tijd. Dus ik ben best wel dankbaar voor, want nu kan ik gewoon letterlijk 1400 en 3600 wins halen, door het 5k wordt. En dat is zeker fijn, want die gozer is best wel aardig. Hij is misschien 12, maar ik heb liever een jongen die 12 is en die aardig is dan een irritant 16-jarige persoon. En ik weet dat iemand in mijn rust zit, dus ik span hem op zin. Ik ben best met je vechten. Ga je in het water. En hit. En hit. Kom op, hit. Oh, jammer. Hij heeft nu... hij heeft 9 p. Kom op, fishing rod hem. Ik moet hem fishing rod tegen het hoekje aan of zo. Kom op, fishing rod hem eventjes tegen zijn randje aan. Ik moet hem even in zijn hoekje drijven. Drijven. Hoppakee, dit bedoel ik. Dit was mijn plan. Hebben eten, dat is wat chill. Waarom blijft hij schieten, mijn skeleton? Waarom blijft hij schieten, zeg maar? Was het een spectator of zo? Dat moet wel. Dat moet een spectator waren. Dat moest ze maar een spectator zijn. Oh, die Damdam maakt ook wel 2 keer tot elkaar. Dat is niet slecht. En hij is aan het team. Dat is waarschijnlijk heeft hij gewoon een team, zeg maar 2v1. Wat ik ga doen, is gewoon dat ik al die teams met elkaar vecht en dat ik gewoon in damage zit. Van, yo, ik besta hier nog steeds, maar ik clean jullie wel gewoon. Dat is gewoon echt gewoon naaiend, maar ik weet niet hoe ik anders al die teams moet uitschakelen. Dat is gewoon, ik weet niet hoe ik het anders moet doen. Darien, of zo, is dood. En de game, Messa, Damdam, Bleach Baby, Speeze, Drew is bad. Als je deze video kijkt, dan weet je dat je in mijn video zit. Dat weet je nu al als ik serieus hier zat. Kom op, ja, loop maar. Hallo! Wil je vechten? Je kan een bomen, maar dat heeft niet zo heel veel nut. En ik heb 12 prot levels. Hij heeft wiet vast. Dat past gewoon. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Seconde.
Ik weet niet, ik ben druk. Laat me druk zijn, oké, jongens. Ik vind het gewoon geweldig om, om 5000 winst te halen. Lijkt me gewoon echt geweldig om dat te hebben. Dat lijkt me echt gewoon... Het is gewoon geweldig als ik dat zou hebben. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Het is gewoon weird. Want jullie moeten ook voorstellen, als jullie gewoon zoveel winst halen, dat je ook gewoon niet weten wat je moet doen of wat je moet zeggen. Want dat getal is best veel. Kom op, je gaat afstappen maar. En flikker maar naar beneden toe. Miam, doei. Hopelijk ga je op je horse dood. Ja, ja, dacht ik al. Oh nee, ik moet alleen tegen een team. Nee, ik moet alleen tegen een team. Dat is minder. Oké, ik ga rest drinken. Eventjes bowen. Oh, kom op, kom op. Em, die is down. Rennen. Ik wil niet doodgaan, ik wil niet doodgaan. Niet nadat ik zoveel heb geprobeerd. Nee, nee. Weg. Af, bokken. Wegwezen jij. Gewoon wegwezen. Oké? Okay? Oh, ja. Jongens, dit is dan de 5000ste win. We hebben het. Met Necro in 10 games. Solo zijn we gegaan in 10 games, jongens. Ook nog 1353 coins. Niet normaal. 5000 wins, jongen. Even serieus. 5000 wins. Nee, dit is niet genoeg. Dit vind ik echt waar. 5000 wins. Toen ik begon, dacht ik, was ik serieus blij dat ik 1000 kills had in het begin. Was ik gewoon daar heel blij mee. En nu heb ik 5000 wins. Dit was eigenlijk een korte video. Morgen ben ik live met Jonathan. En Julian op Jonathan's kanaal. Hij gaat een X kopen. En het begint om 3 uur. Ik zal linken in de beschrijving zetten van zijn kanaal. Van dan kun je checken. En dan zie ik je allemaal weer bij de volgende video. Later.